Afgelopen dinsdag om 9 uur 's avonds werden 3 DJ's opgesloten in het glazen huis in Velp voor Sirius Request. RTV Arnhem sprak met Sylvester, Ton en Rob van het glazen huis. Ton, het gaat gebeuren nu. Ja, het gaat echt gebeuren. Ja. Ik bedoel, we zijn er helemaal klaar voor. En ben je zenuwachtig? Nee, ik heb nog helemaal geen spanning, helemaal niks. Heb je lekker gegeten? Ik heb heerlijk gegeten. Zoals Robbie al zei, jij hebt voor 5 dagen, maar ik heb voor 6 dagen. Je hebt voor 6 dagen gegeten en slaap. Ga je het redden? Jawel, dat moet geen probleem zijn. Ga jij het redden? Dat is een hele goede vraag, want ik heb meteen de eerste beste nachtdienst. Dus ik ben sowieso tot 6 uur te beluisteren. Jij bent de klos. Ja, ik ben de klos, ja. Sylvester, hoe voel je je? Zenuwachtig. Spanning. Stress. Hoe komt dat? Van de week was je heel rustig. Ja, maar ja, dan zijn de loodjes zijn al toch gelegd. Maar je bent er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Hoe is het met de sapjes? Begint het te wennen? Ja, het begint wel te wennen. Ik heb er vanmiddag al een paar op. Ze smaken lekker. Wat voor sapjes zijn het eigenlijk? Ja, het is een mix van sinaasappelsap, kiwi, banaan. Kun je even vertellen, jullie blijven niet 24 uur open, hè? Hoe werkt dat? Hebben jullie een rooster? Ja, er is een shift. Dat betekent dus, ik ga zo meteen naar, om 10 uur ga ik draaien. Dat betekent dus dat er een andere DJ iets gaat doen. En de andere die zou eventueel kunnen gaan slapen. Zoals Robbie, die moet de nacht in. Dus ja, die zal wel zijn rust gaan nemen zo. En gaat het goed met alles? De organisatie klopt allemaal? Ja. Tot nu toe loopt alles op rolletjes. We lopen zelfs gewoon voor op schema. Laat doorgegeven. Ja, dat, ondanks alles hebben we toch een feestelijke opsluiting gehad van de prins van de Narrekap. Ik kende jullie? Ja, ik ken hem. Jij kent hem persoonlijk? Ik ken hem persoonlijk. Je dacht van, hé, dat is er eentje die moet ons opsluiten. Ja, nou, het kwam eigenlijk zo omdat het is, de Narrekap is de thuiskroeg. De kroeg van de Narrekap is het Oranjeboom. En ja, ik zag die foto's hangen en ik had zoiets van, hé, dat is leuk. Ik denk dat is een thuiswedstrijd voor ze. Ja, ik denk Oranjeboom, Oranjeplein, feest, muziek. Ja, daar hoort gewoon een prins bij. Robbie, ja. Daar zit je opgesloten. Ja, daar zitten we dan. Dus ik ben gewoon blij. Dus we gaan een feestje bouwen. We gaan een feestje bouwen, maar het duurt heel lang zondag, hè? Ja, maar ik denk, daar slaan we ons wel doorheen, hoor. Dus we zijn met z'n drieën, dus dat gaat zeker twee te lukken. Het eerste geld stroomt daar binnen, hè? Ja, dat is mooi, geweldig. Dus, en zelfs in het restaurant. Jij moet vannacht op? Ja, ik mag vannacht op om 2 uur tot aan de klok van 6 uur. Dus dat wordt even een lange zit, om het zo maar te zeggen. Dus ik hoop dat de mensen mij natuurlijk daar doorheen slepen, als het ware. Dus, Oké, maar s'nachts komen er weinig mensen, hè? Nou, ik hoop dus dat het feestje zo gezellig wordt, dus dat de mensen gewoon lekker blijven. Oké, heel veel sterkte en zet hem op, hè? Dankjewel.